kijken naar deze nieuwe video. Voordat we aan deze video beginnen, zoals jullie zien, heb ik geen groene muur meer, maar het is wit geworden. Maar daar gaat deze video helemaal niet over. Want de laatste tijd ben ik een grote fan van Jessie Maya. En ongeveer 2 weken geleden heeft ze haar eigen make-up lijn gelanceerd. Namelijk Curse Cosmetics. En haar make-up lijn bestaat uit lipliner, lipsticks en lipgloss. En ik heb van alles 1 besteld. Het heeft me in totaal 46 euro gekost. Plus de verzendkosten erbij. Dus dat is wel redelijk wat. Dus laten we snel beginnen en heel veel kijken zie je. Dit is dus het pakketje waar het dus allemaal in zit. En het enige nadeel is wel, ik heb 2 weken op moeten wachten. Want het komt vanuit Nederland en het heeft maar opstartproblemen gehad om het naar België te sturen. Maar hij is aangekomen. Ik ga hem eerst openmaken. Als ik het open krijg tenminste, want het is wel heel goed vastgeplakt. Nou, ik krijg niet mooie ogen, jongens en meisjes. Dan is dat maar zo. Ik ben zo benieuwd. Oh. Oh my god. Hier staat dus Kerst op. Oh my god, het is wel heel leuk. Wauw. Hier zit het dus allemaal in. Oeh, dat viel er alleen uit. Liquid lipstick. Hier zit een kaartje erbij. En dit is dus de lipliner. En dit is de lipgloss. Ik ben echt heel erg benieuwd. Als eerste ga ik de lipliner uitproberen. En die is in de kleur Honey. Wow, dit is echt wel heel lang. Amai, dit is echt super lang. Dus hier kan ik wel heel erg lang mee doen. Dit is de kleur. Ziet er wel een mooie kleur, hè? Als je zeg maar eroverheen gaat, het is wel een beetje hard, maar niet te hard. Ik kan er wel zeg maar mooi mee glijden. Maar het is echt al wel een mooie kleur. De liquid lipstick. En ik heb het in de kleur white. Ik ben echt benieuwd. Maar heb je dat knikje gehoord? Wow, het ruikt heel lekker. Het ruikt zo, ja, dat snoepje soort van. Maar het is wel zo, ja, een aparte sponsapplicator. Dat is echt wel een mooie kleur. Het brengt heel zacht aan, dus dat is wel heel erg fijn. De lipgloss, en ik heb hem in de kleur Lana. Dan moet ik echt mijn look helemaal afmaken. Wow, dat is wel een veel dikkere sponsapplicator. Wow, dat voelt heel ver aan. Want het is wel een beetje plek. En het is ook een mooie kleur. Het is geweldig. Ik denk dat ik mijn nieuwe favoriete producten heb, jongens en meisjes. Ik ben gewoon verrast. Ik ben echt. Ik ben er heel blij mee. Dit is Jessie Maya. Ik hoop dat je deze video ziet. En ik hoop ook dat je gaat reageren. Als er reacties op staan. Want soms schakelt YouTube de reacties uit. Dat doe ik niet. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie dat vonden. Doe dan zeker een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!